de amuse. Een truffeltje, gemaakt van truffel uiteraard, topinambour en parmezaanse kaas. Als bodem hebben we een tapenade van paddenstoelen met een beetje gel van sherryazijn. Daarop gaat wat eetbare potgrond. Dat is eigenlijk gemaakt van gepofte quinoa en gepofte wilde rijst. En dan een klein beetje verkruimeld, zodat het net lijkt op eetbare potgrond. Het truffeltje groeit natuurlijk onder de grond, dus vandaar dat we het een beetje nagemaakt hebben. Zo. Dan leggen we het truffeltje erop. Voorzichtig, want die is heel kwetsbaar. Hij is gemaakt in een truffelmalletje, zodat hij echt op een truffel lijkt. Daar bovenop. Dan hebben we een eikenblad, want een truffel groeit altijd onder een eik. Dus vandaar het eikenblaadje. Is gemaakt van een soesterbeslag. En even voor de kleur een klein takje. Zo, de amuse.